Door technologische ontwikkelingen is langdurig zitten een onderdeel van onze moderne levensstijl geworden. Het probleem daarvan is, ons lichaam is niet gebouwd om langdurig te zitten. Maar dat zitten doen we juist urenlang. Het merendeel van ons zit tijdens het ontbijt. We zitten onderweg naar ons werk. We zitten heel veel uur tijdens ons werk. En als we na een lange werkdag onderweg zijn naar huis, verlangen we er al naar om thuis lekker rustig te kunnen gaan zitten. Heeft u enig idee hoeveel uur u zit per dag en wat de risico's van langdurig zitten zijn? Gemiddeld zitten we circa 80% van de uren die we wakker zijn. U zit waarschijnlijk nu ook. Als dat zo is, dan heeft er een belangrijke verandering in uw lichaam plaatsgevonden. De elektrische activiteit van uw beenspieren is uitgeschakeld. Daardoor is de activiteit van het enzym lipase, dat het vet in uw bloed reduceert, sterk verminderd. Het goede cholesterol in het bloed, wat het vet afvoert naar de lever, is veel lager bij personen die frequent staan en bewegen. Het vetgehalte in het bloed blijft daardoor hoog. Daarnaast verandert de suikerstofwisseling nadelig door langdurig zitten. Na inname van voedsel ontstaat een natuurlijke glucosepiek in het bloed. Bij langdurig zitten blijft deze glucosepiek hoog en produceert de alvleesklier vervolgens te veel insuline. Deze insulinepiek veroorzaakt een te grote daling van glucose in het bloed, waardoor de eetlust wordt opgewekt. Het gevolg? Grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel, met mogelijk risico tot intolerantie voor insuline. Zit u nog steeds? Zit u meer dan 8 uur per dag? Luister dan eens naar het volgende. Een te hoog vetgehalte in het bloed en schommelingen in de suikerspiegel heeft grote gevolgen. Dr. Hidde van der Ploeg van het VU Medisch Centrum onderzocht jarenlang ons zitgedrag en komt tot de volgende schokkende conclusie. Zit is dodelijk. Volgens recente biochemische onderzoeken hebben mensen die langdurig zitten een veel grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas en bepaalde vormen van kanker. Naast de vermindering van de kwaliteit van het leven is de kans op vroegtijdig overlijden 40% tot 60% groter bij personen die meer dan 11 uur per dag zitten ten opzichte van personen die minder dan 4 uur per dag zitten. Het Wereldkankeronderzoekfonds concludeert: te weinig bewegen levert maatschappelijk gezien serieuze gezondheidsrisico's op. In omvang vergelijkbaar met de gezondheidsrisico's van roken. Misschien denkt u, ik zit weliswaar de hele dag, maar daar staat tegenover dat ik dagelijks sport. Helaas, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat uw gezondheidsrisico aanwezig blijft. Het goede nieuws is, u hoeft uw levensstijl niet aan te passen. De oplossing is simpel en doeltreffend. Ga staan, beweeg meer en beweeg vaker. Wetenschappers adviseren: onderbreek het zitten om de 20 minuten. Combineer werken met bewegen. En stimuleer mobiliteit in de werkomgeving. Niet alleen het fysieke welzijn van kantoormedewerkers is van belang, maar ook het mentale welzijn is van wezenlijk belang. Een aantrekkelijke en functionele werkomgeving levert een belangrijke bijdrage aan dit welzijn. De visie met betrekking tot gezondheid en welzijn van de mens in een werkomgeving is de basis voor de productontwikkeling van Markant. Markant staat voor dynamisch werken in een aangename en inspirerende werkomgeving.